derby in de schietsport. De Heldense Sportschietvereniging schoot zaterdag tegen het kogeltje uit Koningslust. Je moest zich zeer geconcentreerd zien. Je moest ook eerst 30 keer hetzelfde doen. Wist hij dus, dat mag niet zo heel veel doen. Maar je moest geconcentreerd blijven. En dat is een factor. En ja, elke omstandigheid, de tegenstander, die kan ik afleiden. Moe je het niet, maar hij duidt het. De schietsport is een vrij onbekende sport in de regio. Er zitten wel in de Pelema's, zitten toch drie verenigingen. Denk, als je het gras vreugt, dat ze niet weten wat het eigenlijk inhoudt, de sport. Dus het is wel ook onbekend. Misschien ongelief onbeminwijdig niet, maar onbekend. Maar we staan wel te springen op leven. De derby leverde een spannende wedstrijd op. Een puntentelling moest uitkomst bieden. Met een verschil van 4 ringen won HSV de wedstrijd. Net iets meer als één ring, de mannen. Zo, dus, maar waar ik net zat. Ja. Ja, en bij ons zit het een beetje mee of een beetje tegen. Dit jaar hebben we het eigenlijk best moeilijk om elkaar. We halen het niveau eigenlijk niet, waar we eigenlijk een beetje gewend zijn. Dat we een beetje een stijgende lijn zien. Maar ja, met een bepaalde omstandigheden halen we het net niet. Ja, ik kan van alles zien, het materiaal, de zenuwen. Het schieten is geschikt voor jong en oud en beide clubs zoeken nog leden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de schietverenigingen.